Als SGP op Schouwen en Duiveland staan we voor een versterking van het ondernemersklimaat. Daarom willen we graag soepelere vergunningverlening voor de bedrijven. En pleiten we ook al jaren voor extra woningbouw om de jongeren hier op het eiland te kunnen vestigen. Daarnaast zoeken we ook naar de versterking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, zodat de jongeren ook hier op het eiland kunnen blijven werken. En in dat kader zijn we vandaag bij Hans en ik ben benieuwd hoe jullie dat doen om de jongeren hier te houden. Hetzelfde vraagstuk hadden wij ook. Een aantal jaar geleden zijn wij gestart met de vakschool om juist die verbinding tussen de jongeren en ons vakgebied te creëren. En waar kan de gemeente jullie als bedrijf ook nog versterken om de jeugd hier op het eiland te houden? Wat we merken als vakschool is dat de jeugd moeilijk hier te krijgen is omdat ons vak niet sexy genoeg is. En we zouden graag willen dat er vanuit de overheid of vanuit onderwijsinstellingen meer aandacht is voor het technische vak. En hoe zien jullie concreet daar nog opties? Hoe we dat kunnen oppakken? Mogelijk een soort van technische vakschoolbeurs of zo, een samenwerking met andere technische bedrijven binnen de gemeente. Zodat we die samenwerking als technische bedrijven totaal kunnen laten zien wat een mooi vak dat is. Dus meer promotie ondersteund door de gemeente ook? Ik zie daar de rol in van de gemeente als een soort van verbindende factor tussen alle sectoren onderling. En daar willen wij ons zeker hard voor maken. En daarom pleiten we ook als SGP voor extra woningen op het eiland. Dat we met promotie en het bedrijfsleven en extra huizen de jeugd hier op het eiland kunnen behouden. SGP Schouwen-Duiveland voor een eiland met toekomst.